Maar dat de evolutie blijvend is, daar kunnen we wel zeker van zijn. Want zelfs in het, ja, mag ik het zeggen, een beetje verouderd soms apparaat als het gerecht, heeft men de online oplossingen ontdekt. Er wordt zelfs online gepleit, heb ik begrepen. Hoe zit het bij jullie en bij jouw ervaring? Nu moet ik natuurlijk heel goed mijn woorden rekken en bewegen. Het wordt opgenomen trouwens. Nu, de digitalisering van de magistratuur bijvoorbeeld, is een item die al 20 jaar speelt, maar die nu natuurlijk door de crisis in een versnelling terechtgekomen is. Want uiteindelijk zitten we met hetzelfde probleem als met een algemene vergadering van een mede-eigendom. Een zitting kun je uitstellen, maar je kunt dat ook niet blijven uitstellen natuurlijk. Ja. Er moet recht gesproken worden. En dus meer en meer, dus ook in diezelfde wet van eind december 2020, zijn er bijkomende maatregelen voorzien om dus eigenlijk bijvoorbeeld een online pleidooi eigenlijk te gaan kaderen. En justitie maakt daar gebruik van WebEx. En dat functioneert. Want natuurlijk, corona-gewijs is het niet altijd evident om met 10, 20 mensen in een zittingszaal te staan. Zie je dan ook duidelijk bijvoorbeeld dat er bepaalde afspraken gemaakt worden? Want in de media zijn wij het gewoon om zeer sterk te werken met kaders. Hè? Bijvoorbeeld een krant heeft een bepaald formaat, een tv-uitzending heeft een bepaalde duurtijd, enzovoort, enzovoort. Bij vergaderingen was het vaak praten en praten en praten, soms filibusteren. In de politiek en in de rechtspraak soms misschien ook. Zie je dat dat nu strakker geregisseerd wordt? Ja, ik denk dat dat van persoon tot persoon afhangt. Is het de rechter die dat bepaalt bijvoorbeeld? Ja. Ja. Het hangt dus af van de moderator kwaliteiten van de rechter. Inderdaad, ja. En uiteindelijk, ja, zoals dat voor syndici nieuw is, is dat voor magistraten ook niet. Nee. En we moeten er allemaal proberen ons eigenlijk in de mate van mogelijk naar te schikken. Nee. Want uiteindelijk in de advocatuur is dat niet anders. Ja. Doet mij denken aan een vraag trouwens van een van de kijkers. Die zei, we moeten eigenlijk bij een vergadering een voorzitter aanduiden. En ik heb toen gezegd tegen die persoon in kwestie, het lijkt mij een zeer slecht idee, ik ga het herhalen, een zeer slecht idee om een mede-eigenaar een vergadering effectief te laten leiden, zeker als het een online vergadering is. Want niet alleen moet je het dossier zeer goed kennen, maar je moet ook echt kunnen een vergadering leiden, modereren en to the point komen. Nu, de jurist zal zeggen, ja, maar het is voorgeschreven en de syndicus zal zeggen, ja, in de praktijk proberen we dat te regelen. Maar het is natuurlijk een van de thema's om zeker verder te bekijken. We gaan er vandaag niet alles over zeggen, maar ik werp het maar op misschien voor een volgende meeting. Ik denk misschien ook om eventjes terug te koppelen, dan betekent dat het einde van bepaalde syndici, die technologische revolutie. Ik denk dat dat vooral een pertinente vraag is naar de syndici die niet professioneel zijn, de mede-eigenaars syndici, wat dan nog altijd mogelijk is, maar waar ik eigenlijk wel mijn vragen bij heb, dat dat eigenlijk wel een nuttig instrument kan zijn. Want het beroep is zodanig geëvolueerd dat je bijna verschillende professionaliteiten in één persoon moet gaan verenigen. En om die last dan eigenlijk op een mede-eigenaar te laten wegen, daar heb ik toch mijn vragen bij. Dus ik denk dat eerder in die categorie zijn dat er mensen zouden afgaan. Een evolutie, ja. Maar natuurlijk, de kwaliteit van beheer van het gebouw moet primeren op de techniek of wat er ook. Uiteraard. Ja.